Met een smoes zomaar bij een 86-jarige man in Breda het huis inlopen, het huis doorzoeken en er vandoor gaan met de pinpas. Daarvan wordt deze man met bril verdacht. Want met de pinpas die toen uit het huis van de oude man werd gestolen, staat hij hier te pinnen. In Breda, maar ook in Antwerpen, is hij samen met een ander gefilmd. Die is al bekend. Deze lichtgetinte man met bril van rond de 30 jaar, met kort opgeschoren haar, wordt nog gezocht.